De uitkeringen aan sociaal zwakke gezinnen, mensen met een beperking en kinderen worden doorbetaald. Dat zei waarnemend directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Angela Salmo, gisteren op de COVID-19 persconferentie. Ze gaf aan dat de betalingen tot nog toe vlot verlopen. Op dagbasis worden er minimaal 200 personen geholpen en de komende week gaan de betalingen door. Voor wat betreft de uitbetalingen van de COVID-maatregelen mag ik aangeven dat dat ook vlot verloopt. Elke dag hebben we minimaal 200 mensen die wij afwerken. De komende week gaan wij door. Ook de komende week gaan we precies aangeven wanneer de AKB-gelden worden uitbetaald. Mensen met een beperking en sociaal zwakke huishouden. De gelden zijn allemaal op de rekening van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. We zijn bezig met de structuren om te kijken wanneer we daadwerkelijk naar de districten kunnen gaan voor de uitbetaling. En natuurlijk de storting op de welbekende moneycarta. Waarnemend directeur van het ministerie van Sociale Zaken, Angela Salmo, gisteren op de COVID-19 persconferentie. De uitkeringen aan sociaal zwakke huishoudens, mensen met een beperking en kinderen gaan gewoon door.